Goedendag allen, ik ben Mustafa van Installatiewerk Midden en ik ben de groepenpersoon om dit vlogje op te nemen. In dit vlogje zal ik kort toelichten wat de status is van ons huidige project. Eveneens zal ik terugkomen op de vragen die vanuit jullie zijn gesteld. En de antwoorden van onze samenwerkingspartners zal ik ook bundelen en toelichten in dit filmpje. De eerste vraag, wat is de status van het project? Nou, zoals jullie wellicht al weten, ons project bestaat uit 3 fases waarbij wij in de eerste fase op dit moment begeven. Werkzaak is op dit moment bezig met het vinden en screenen van kandidaten die vervolgens aan GreenFox worden voorgesteld, waarbij GreenFox ook actief aan het benaderen is van bedrijven. Op dit moment hebben ze al enkele bedrijven benaderd waarbij er ook acties naar voren zijn gekomen en zelfs kandidaten zijn voorgesteld. Uiteraard hebben zij nog acties staan waarbij ze nieuwe bedrijven gaan benaderen voor de overige kandidaten. Op de vraag van waar krijgen jullie energie van het project? Iedereen is over eens dat iedereen energie krijgt van de huidige samenwerking van verschillende partners en dat we op één lijn liggen met betrekking tot duurzaam uitstroom van kandidaten richting techniek. Wat onze uitdagingen zijn bij de uitvoering van het project is denk ik toch wel de heersende aannames bij bedrijven wegnemen met betrekking tot statushouders. Er is op dit moment gewoon een kloof en die kloof moet gedicht worden. Zodra we wederzijds vertrouwen hebben, zal dat ook wel tot positieve uitkomsten leiden. Wat kunnen de partners van RWPOA Rivierenland nog eventueel voor ons betekenen? Wij denken dat het blijven denken in mogelijkheden hoe de samenwerking tussen alle partijen en stakeholders op een positieve manier. Op een positieve manier een bijdrage kan leveren. Dat zal denk ik nog wel helpen binnen het project. Dank jullie wel.